Welkom en tof dat jullie weer kijken naar Day One. Ik ben een beetje laat, het is ochtends vroeg in Amsterdam. Wil jij weten hoe je eventueel zou kunnen trainen zodat je in de mensheil terecht zou kunnen komen? En of dat mentaal voor jou een uitdaging is of niet en hoe je daarbij gaat voelen? Daar kom je vandaag achter. We gaan namelijk trainen met Thijs Boermans. Hij is op mij aan het wachten, dus ik moet opschieten. Hij staat al klaar. Ja, heb jij nou mijn fles weet? Ik heb jouw fles, ja, die heb je me al gezien. Hoe is die vriend? Alles goed? Ja, zeker. Ja? Ja, ik ben blij dat wij met z'n tweeën, dat klinkt heel raar, dat wij met z'n tweeën de gym induiken. Hoezo is dat raar? Nou ja, dat ik er blij mee ben misschien, maar dat ik gewoon dacht bij mezelf, shit, ik zie jou veel trainen. Ik heb je in de mensheld zien staan, holy fuck. Ja. Na expeditie, dat is best wel een goed verhaal ook. Ja. Hoe heb je dat ervaren? Die diepte van jezelf zo uitgemergeld tegenkomen, zo lang op een eiland zitten, zo out of your comfort zone en daarna weer je leven oppakken? Ik denk dat de rebound, zeg maar de nasleep van het afvallen, voor mij veel zwaarder is geweest dan daar zelf zijn. Hoeveel was je afgevallen? Ik was 9 kilo afgevallen eerst en ik ben daarna binnen 2,5 maand 14 kilo aangekomen. Lijp, hè? Ja. Wat deed dat met je zelfbeeld? Ik heb daar best wel last van gehad. Dus op het moment dat je dan afvalt, denk je eigenlijk, oh, ik sta er best wel mooi op beeld, op tv. Ja. Terwijl je daar in een uitgemergelde versie van jezelf bent. Ja. Waar je alleen maar tekort komt in alles. In alles, ja. In alles. Afgebroken mentaal. En... Ja. Maar dan is zo'n mensheil toch weer het andere extreme. Dat is waar ik dus al, waar ik naar heen wil. Ja. Daar doel ik op. Is op een gegeven moment gaat het voorbij hetgeen waarvoor je het doet. En voel je dus slechter en... Ben je vermoeid, slaap je, ben je geïrriteerd, je libido en zo valt weg en zo. Dat is allemaal best wel vervelend, want je staat op zo'n blad en je staat daar jezelf te vertegenwoordigen en voor anderen ook. Van dit is een versie van jezelf die je wil zijn. En dat is eigenlijk een versie waarbij je helemaal niet op je gezondst bent. Ik had dat ook. Ik weet namelijk dat ik heb zo deze lach heb ik op de Mensheld cover zo. Ik heb hem gezien, man. Het is best wel een moeilijke foto. En deze lach zo is... Ik moet nu lachen. Maar ik wil eigenlijk helemaal niet lachen, want ik voel me echt kut. Een hoop mensen draaien het om. Die denken, oké, als ik er goed uitzie, ga ik me goed voelen. Ja, dat is echt niet zo. Dat is niet zo. Oké, maar we gaan trainen. Ja. We kunnen hier uren over praten. Ik wil graag weten... Het is heel interessant. Maar we gaan ook nog veel meer erover hebben. Dat is het allermooiste. Alleen, ja, ik ben niet om 6 uur mijn bed uitgekomen... Om hier 3 kwartier te staan praten, we moeten ook even een sessie erbij halen. Wat gaan we doen? We gaan een beetje deadliften, een beetje dippen met gewicht. Ja. We gaan wat push-ups en pull-ups doen, dat doe ik sowieso altijd om warm te worden. Ja. 4 setjes doe ik daarvan en dan 25 push-ups en 100... Nou goed, 100 push-ups in totaal en dan 40 keer optrekken. Ik wil eigenlijk een beetje gaan bankdrukken, maar alles compound. Klinkt goed. Dan doen we dat. Let's go. Oké. Ben je van supplementen en van pillen en zo? Ja, zeker. Maar dat komt omdat als je een druk leven leidt, dan wil je het wel goed aanvullen. En ik ben niet zo heel goed in eten. Ik ook niet, man. Dus haal je het er ook niet altijd uit? Nee, absoluut niet. Ik kom niet eens in de buurt. Dus voor mij is het echt heel belangrijk om de juiste vitamines bij te slikken. De juiste eiwitten, helemaal als ik veel train. Ja. En ik merk ook als ik geen magnesium neem, dan slaap ik slecht. Weet je wel, dus... Ik neem het nu al heel serieus, maar vooral na mijn training, de juiste voeding en de juiste supplementen om het aan te vullen. De Regenerate die wij zelf hebben, dat is voor mij de ultieme post-workout. Dan hoef ik niet na te denken wat ik allemaal moet nemen. Dan weet ik gewoon dat wat ik binnenkrijg, dat het in ieder geval goed helpt. Ik neem Whey sowieso, ja. Ik neem altijd eiwitpoeder, want ik kom er niet altijd aan. Ik haal het liefst als voeding. Ik neem gewoon magnesium neem ik, voor mijn spieren, ik neem visolie. Ik neem zink, vitamine B12, vitamine C, biotine. Ja. Dat neem ik gewoon elke ochtend probeer ik dat te halen. En ik eet sowieso elke dag een kiwi. Ik eet ook een kiwi met schil. Ja? Ja, maar je moet maar eens kijken wat er in een kiwi zit. Serieus, het is echt... Eet gewoon 1 keer een kiwi Mocht per dag. Mocht jij nu aan het kijken zijn, laat ons even weten wat er allemaal in de kiwi zit. En gooi het even in de comments.
Deadlift? Ja, we gaan deadliften. Oh, ja, nu krijgen we het. Ja, het wordt nu serieus, jongens. Ja. Let je dan ook op hoe zwaar je traint? Nee, ja, normaal wel, maar ja. Later in de week. Ik weet niet voor de kijkers, maar het is 6:15 op maandag. Hè. Ja. Ja, ik wil wel het liefst, het doet het liefst zo zwaar als ik kan, maar... Ik heb na 2 weekenddagen, neem ik rust in het weekend. Ja. Dan valt het altijd vies tegen me. Het is juist mooi om dan op maandag helemaal kapot te gaan. Ja. Komt die dopamine weer. Heb je alles weer bereikt. Let's go. Ja, ik ben dus echt die angry trainer. Het is echt... Wel fijn, toch? Kan je hem elke keer opwekken? Ja, elke keer. Elke keer, dus als ik laatst ben ik aan het hardlopen, laatste kilometer ben ik helemaal naar de ratten. Ja. Het enige wat ik dan zeg, en dat klinkt zo treurig, maar alleen met mijn hoofd. Ja, ben jij die guy die opgeeft? Oh ja. Ben jij die guy die opgeeft? Ga je nu in die laatste kilometer, ga je het laten vallen? Ga je dat echt doen? Dat heb je al zo vaak in je leven gedaan. Deze keer niet, deze keer niet, deze keer niet. Kom op, watje. Kom op, watje. Wat denk je als je van het ding afstapt? Tegen wie ben je aan het liegen? Alleen maar tegen jezelf, dat is het allerergste. Dat is wat ik de hele tijd herhaal. Die dopamine die je krijgt daarna, is echt een ding. Is wel echt een ding, ja. En het werkt. Ja, ja, maar vooral... En het is nog fijner als je dan ook je laatste kilometer wel af moet. Precies, en vooral dat ik dan voor mezelf ben wie ik denk dat ik ben. Dus ik heb een beeld van mezelf en die geeft niet op. Ja. En ik heb heel lang, ben ik gewoon eerlijk in, heel lang ook getraind dat ik ergens halverwege opgaf. Omdat ik mezelf zielig vond. Ja. Dat denk ik, dat ik mezelf zielig vond, maar ook gewoon de ballen niet had om door te gaan. Ik dacht, ik moet nog zoveel en ik had zoveel excuses. Heel sterk, ouwe. Ja. Squatten? We gaan squatten en we gaan deze dip pakken. Ja, wat toevallig, alles staat al klaar. Ja, boven wij. Ja. Hey, wat is dit? Voor degene die, als je nu een raar shot maakt, dan wordt het heel awkward. Heel awkward. Heel goed, sterk. Hoppa. Wat denk jij dan? Wat denk je bij die laatste? Bij die laatste? Denk je, ik wil naar huis. Nee, gewoon ik weet dat ik het kan. Ja. Dus ik kan hem niet doen. Nee, dat is het, hè? Ik wil hem liever vervelen. Ja. Dan dat ik hem net niet had. Wetende dat ik hem wel kon halen. Dat vind ik vervelend. Zal ik beginnen? Ja. Goed. Lekker. Ja. Goed. Ja? Okay. Ja? Het enige wat ik kut vind aan jou is dat... Wacht even, ik probeer even die squat te pakken, ja? Sorry. Ja, laat me los. Waarom zit je achter de camera te lachen? Ja. Goed, goed diep ook. Als je hier geen beelden bij doet, dan wordt het heel awkward. Oh. Wat ga je lekker diep? Kut! Nou, dat is aan de editor of hij het doet of niet. Neem even een kleine pauze. We hebben het wel eens gehad over eten. Ja. Jij hebt best wel een haat-liefde verhouding gehad met eten. Ja. En sowieso met het sporten en hoe je naar je eigen lichaam kijkt. Het is een soort beetje twist, want ik ben opgegroeid met een moeder die gewoon 4 keer in de week ging rennen, pilates en ging kickboksen. Dus ik had wel allemaal chiazaad thuis liggen en zo in de kasten. Dus bij mij werd het een soort van ingegoten dat sporten een onderdeel was van wat je
in je weken kon doen, in je dagelijkse week. Het enige is voor mij dat ik op een gegeven moment is, wat ik het net ook over had, is dat hele ideaalbeeld is zo uit context getrokken, dat op een gegeven moment je dingen mooi gaat vinden die voorbij gaan aan het hele doel waar je ooit mee, waarvoor je ooit begonnen bent met sport. Dus ik kreeg op een gegeven moment een fascinatie voor het esthetisch, best wel het esthetisch lijken. En het klinkt misschien super ijdel, maar dat was het niet, want het was nog steeds in mijn hoofd. Wat is dan esthetisch? Nou ja, het droog, definitie, ik vond dat heel mooi. Het is super dubbel, want het ene gedeelte van je hoofd zegt, oh je bent mooi. En dan zeggen ook mensen van, oh je bent mooi, maar er is ook een gedeelte wat zegt, ja hij is weer te dun. En er is ook een lichamelijke schreeuw naar ik heb voeding nodig. Want ik slaap slecht en je krijgt gewoon haaruitval en shit. Het is gewoon, het is heel moeilijk om een balans te vinden tussen iets wat echt goed voor je is en iets wat je mooi vindt. En je staat in een sportschool om gezond te zijn. Ik denk dat dat een hele goede is. Je staat in een sportschool om gezond te zijn. En natuurlijk wil je esthetisch iets najagen. Je wil een droombeeld najagen. Maar of dat realistisch is met hoe jij je voelt op dat moment, dat is denk ik heel belangrijk. Ja. Dat droombeeld komt vanzelf en dat behaal je echt. Maar daar moet je je wel goed voor voelen. Wat gaan we doen? We gaan nog bank drukken en we gaan nog even buik doen. Want het is, ik ga volgende week naar LA, dus ik wil nog wel even buik doen. Of dit wanneer wordt dit uitgezonden? Maakt niet uit, maar jij hebt dat net gezegd en dat komt er gewoon. Dit komt er gewoon in. Hop, let's go Rambo. Wow. Kom op, ik help je. Ja. Kijk maar. Maar jij hebt het net, je vraagt mij net waarom ik zo'n fascinatie met een laag vet ja. Percentage heb en zo. Jij hebt daar zelf, jij bent zelf liever heel sterk, toch? Het vetpercentage, daar keek ik nooit naar. En ik ben heel blij dat ik dat nu ook niet meer doe, want ik heb het een tijd wel gedaan. Helemaal toen ik met die mensheldcover bezig was, ging het de hele tijd over vetpercentages. Ja. Terwijl we hadden het nooit over hoe stond ik in het leven, wat was mijn mening. Ja. Iedereen stelde me, ja, we moeten naar die 5, 6, 8%. Ja. Daar moeten we heen. Ik had besef gewoon, iemand zei tegen mij, ja, als we nu in een situatie komen waarin we bijvoorbeeld voor onszelf zouden moeten gaan zorgen. Dus het kan zijn dat ik iets, dat ik eventueel zou moeten vechten, dat ik zou moeten rennen, dat ik mijn familie zou moeten beschermen, dat ik sterk moet zijn. Dan kun je alles. Dan kan ik alles. Ja. En ik was aan bankdrukken en toen zei hij, hoe vaak Jay kom jij in de situatie dat er iets gebeurt en je dit moet doen? Oké, 120 kilo. Nooit. Nee. Weet je wel, dus ik werd er wel sterker door, maar het voelde functioneel. Ik deed heel veel bankdruk en heel veel dat soort oefeningen, maar ik kon nog geen kilometer rennen. Ja. Weet je wel, ik had geen stamina en nu ben ik dat samen aan het voegen. Dus ik ben én sterk en ik hou het vol. Ja. En dat is voor mij nu veel belangrijker. Ben je nu droog of niet? Nee, weet ik eigenlijk niet of ik echt droog ben. Je bent super, je hebt er 6. Ja, maar ik ben meer gewoon boom. Ja, je bent sterk, hè? Ja, ik ben gewoon sterker aan het worden, dat is het. En ik voel me goed. Thijs, voordat ik zo tegen jou ga zeggen, we nemen onze post-workout. Ja. En we zijn klaar. Drie tips. Ja. Voor iedereen die zit te kijken. Drie persoonlijke tips voor jou als je wil gaan trainen en een beetje op je voeding wil letten. Ja. Probeer alles op een houdbare manier te plannen. Ja. Waar je kijkt op hoe je wil groeien, fysiek en mentaal, op lange termijn. En niet iets wat op de korte meters een verschil gaat maken. Want iedereen kan binnen een paar dagen 5 kilo afvallen. Maar daar heb je niet zoveel aan. Probeer gewoon iets te incorporeren in je week. Als je fitter wil worden en gezonder wil worden, en hou eraan vast. En varieer je trainingen, varieer het eten. Maar probeer gewoon alles met mate te doen, vind daar een balans in. Oké, jij moet GTS'en. Ja, ik moet gaan filmen. Ja. Ik sta zo weer in de koning. Mate, ik heb.
Pinten te pakken in de koning. Pinten te pakken in de koning. Ik heb laatst, was ik, afgelopen weekend, was ik in de stad. Toen kwam er een bewaker naar me toe. Die zei, hey, je speelt Jonathan in GTST. Hij zei, ik kijk het al elke dag. En ik heb een moeder daar waar ik het altijd mee keek en die is overleden. En sindsdien ben ik mezelf aan het verplichten om te kijken. Want niet iedereen hoeft naar GTST te kijken. Toen heb ik gezegd, weet je wat? Zij niet leuk vinden om in de koning te figureren. Die dude gaat nu zo direct komen figureren in de koning. Echt? Ik heb gewoon het nummer van productie gegeven. Ik dacht, als ik hem nu blij kan maken, dan is het in een 35 jaar oude set. Super hard. Dat leuk, is toch? Super hard, ja. Nou, veel plezier. Dankjewel, vriend. Focus. Dankjewel. Ik ga nog even heel rustig een beetje unwinden. En dan ga ik nog eens even nadenken over alles wat je hebt gezegd. En voor degene die kijken, schrijf de tips op. Schrijf de tips op in een boekje. Onthoud het, pas het toe, werkt het voor jou, dan werkt het voor jou, werkt het niet. Niet opgeven, doorgaan naar de volgende. Er is altijd een manier die voor jou werkt, alleen je moet wel even achterkomen. Thanks, grappie. Zo, de training met Thijs Boerman zit erop, jongens. Dat was echt een goede training en de ochtend is pas net begonnen. Hoe lekker is dat? 'S Ochtends trainen voelt voor mij het beste, voor hem dus ook. Ik kan nu de hele dag aan. Die dopamine gaat door het dak heen. Ik gebruik nu natuurlijk een post-workout Regenerate. Wil jij het een keer proberen? Zou kunnen. Check dan even in de beschrijving wat het voor jou doet. Of het iets voor jou is. Jongens, het is 9 uur 's ochtends of zo. Ik ben super happy. Helemaal blij. Goed dat we zijn begonnen. Dank jullie wel voor het kijken. Tot de volgende keer. Later.